De voormalige Zoetermeer Stadslijn en de Hofpleinlijn, tegenwoordig beter bekend als de Randstadrail, is sinds 2006 in gebruik in Zuid-Holland. Randstadrail is een light rail netwerk dat bekend staat om de koppeling van het tracé van de twee voormalige spoorlijnen aan de ene kant aan het tramnetwerk van Den Haag en de andere kant het metronetwerk van Rotterdam. Het voormalige treinmaterieel is vervangen door de sneltrams van de ATM en de metro's van de RET. Deze trams en metro's zijn van Halling en 3D-printmodellen. Sommige daarvan zijn voorzien van reclame. Dit alles in schaal 1 op 87.